En de eerste paragraaf die gaat over de Randstad en de rest. En ik wilde eigenlijk daarmee beginnen met een vraag aan jullie van, waarom zouden ze in de titel hebben gezegd en de rest? Omdat het ook belangrijk is. Omdat er ook nog andere delen van Nederland zijn. Ja, omdat er ook nog andere delen van Nederland zijn. Het heeft daar wel iets mee te maken. Nou, het komt er eigenlijk op neer dat er alleen in Nederland aandacht wordt besteed over het algemeen aan de Randstad en dan de rest van Nederland een beetje vergeten wordt. Maar de rest van Nederland is er ook nog iets en toch ook wel belangrijk. Ik denk maar aan het boerenprotest van kort geleden. Wat buiten de Randstad zit, dat valt vaak onder de landbouwsector voor een groot gedeelte. En dat is natuurlijk een belangrijk gedeelte van de Nederlandse economie. We kijken eventjes terug naar een aantal zaken die we al hebben behandeld. Bijvoorbeeld het begrip metropool. Er komt dan een nieuw begrip bij grootstedelijke functies. We kijken nog even terug naar de belangrijkste mainports in Nederland, waar de Randstad uit bestaat, het Groene Hart en metropoolvorming. Dus zoals je ziet, er zit overlap in met hetgeen dat we al hebben behandeld. Eerst maar even kijken naar het metropool. Bij metropool spreek je van stedelijk gebied dat dus niet alleen de kernstad heeft, maar ook invloed heeft over zijn voorsteden. En het omliggende land. En als je denkt aan het omliggend land, dan kan dat dus ook bijvoorbeeld een agrarisch gebied zijn. Dat zorgt voor de voedselvoorziening van het stedelijke gebied. Ik heb een voorbeeld uit Nederland gehaald. Rotterdam. Dat is inderdaad Rotterdam. De skyline van Rotterdam wel gezien. En Rotterdam is wel een van de beste voorbeelden als je het hebt over een metropool in Nederland. Waarom? Als je gaat kijken op de kaart, dan zie je dat aan Rotterdam allerlei... Ja, gemeenten, dorpen zijn vastgegroeid, of eigenlijk is Rotterdam vastgegroeid aan de andere dorpen en gemeenten, waardoor Rotterdam zijn invloed is gaan uitoefenen over Schiedam, Vlaardingen, wat hebben we nog meer, Schiedam had ik genoemd. Nou ja, goed, in ieder geval allerlei dorpen, voormalige dorpen in de omgeving van Rotterdam. En die ontwikkeling heeft ertoe geleid dat dus de invloedssfeer, want zo noem je dat, de invloedssfeer van Rotterdam een groot geworden is. Zijn jullie nog in staat zijn een andere metropool in Nederland te noemen? Amsterdam. Utrecht. Amsterdam, Utrecht. Ik bedoelde eigenlijk op een andere. Ja. Den Haag. Den Haag heeft heel erg veel invloed op bijvoorbeeld Zoetermeer. Zoetermeer was een groeikern, daar gaan we het later nog even over hebben. Een groeikern van Den Haag. Dus heel veel mensen van naar Den Haag zijn verhuisd naar Zoetermeer. Maar bleven wel in de omgeving van Den Haag werken. Dus heb je een duidelijke band tussen die twee steden gekregen. Nou, dan grootstedelijke functies. Als je het hebt over grootstedelijke functies, dan moet je eigenlijk denken aan het feit dat je metropool, je stad waar we het net over hebben gehad, als een soort magneet forensen aantrekt. Dus er trekken bezoekers aan, dagjes mensen, maar ook migranten en niet te vergeten investeringen. Investeringen zijn heel erg belangrijk in een metropool, want zonder die investeringen is een stad niet aantrekkelijk om daar te gaan werken, niet aantrekkelijk om daar te gaan wonen. En dan zou de metropool dus in principe ook nooit bestaan. Als je het hebt over grootstedelijke functies, dan ga je dus kijken naar bijvoorbeeld bedrijvigheid. Het heeft dus te maken met bijvoorbeeld investeringen, openbaar bestuur. Wat zou er onder openbaar bestuur gerekend kunnen worden? Iemand een idee? We hadden het over Den Haag, openbaar bestuur. Politiek. Ja, dat zit natuurlijk in Den Haag op een belangrijke plek en dat hoort bij een grootstedelijke functie. Maar ook kennis, denk dan aan bijvoorbeeld zo'n science park, cultuur, dat kan van alles zijn, cultuur als in gebouwen, maar ook in cultuurkenmerken. En recreatie, als je naar Amsterdam gaat kijken, Amsterdamse Bos is een onderdeel van recreatie, maar die ligt overigens in Amstelveen, dat terzijde. Maar je hebt ook allerlei musea die ook onder recreatie vallen. Dus zo zie je dat die grote steden, die grote metropolen, eigenlijk omgeven zijn met allerlei verschillende functies die dus een bijdrage leveren aan het zijn van zo'n metropool. En daarom is het natuurlijk heel moeilijk om, als je een nieuwe stad zou willen bouwen, daar dergelijke functies aan toe te kennen. Wat je ziet, vergelijk Lelystad even met Almere. In Almere zie je meer grootstedelijke functies dan in Lelystad. Hoe zou dat komen? Heeft iemand een idee? Het ligt echt bij Amsterdam. Ja, precies. Almere ligt in de invloedssfeer van Amsterdam. En daardoor zie je dus dat er
en bepaalde zaken die eigenlijk in Amsterdam zaten, of al zitten, richting Almere zijn opgeschoven. Het is eigenlijk een soort stedelijke agglomeratie aan het worden. Zo dicht zit Almere ondertussen tegen Amsterdam en de onderliggende dorpen en steden aan. Nou, als je dan nog heel even kijkt naar deze kaart, die gaat daar eigenlijk over. En als je naar de kaart kijkt, valt de Randstad natuurlijk meteen heel erg op. Je ziet heel duidelijk dat je daar te maken hebt met een grote, in dit geval bijvoorbeeld dichtheid, het aantal mensen dat in elkaar woont. Maar ook, en dat wil ik toch nog een keer herhalen, de bevolkingsspreiding van Nederland. De titel van de paragraaf ten aanzien van de Randstad en de rest. Letterlijk de Randstad en de rest van Nederland. Je ziet gewoon dat overige delen van Nederland veel minder van die clustering kennen dan dat de Randstad dat kent. En als je het hebt dus over grootstedelijke functies, dan kun je hier aan Utrecht naar kijken. Dan zie je dat dus heel duidelijk terug in Zuid-Holland. Maar je ziet het hier ook in Duitsland. Weten jullie welk gebied dit in Duitsland is? Roergebied, precies. Roergebied was natuurlijk heel erg lang het centrum van de steenkool. Daar had je allerlei mijnen. Het zou leuk zijn om daar een keer heen gaan op excursie, maar dan was het daar geen budget voor. Het Roergebied wordt nu juist helemaal omgeturnd, zou je kunnen zeggen, tot high-tech gebied. Waarbij ze zich dus heel erg richten op bijvoorbeeld vergroening van de regio. Het was natuurlijk altijd een heel vervuilde regio. En als de wind verkeerd stond en die kwam een beetje uit het zuidoosten, zat Nederland onder de roet van het Roergebied. Nou, dat is nu niet meer zo. Maar je kan er wel heel duidelijk zien dat je daar te maken hebt met veel grootstedelijke functies in een soort netwerk. Nou, de mainports in Nederland, we hebben dat daar natuurlijk al eerder over gehad. Noem ze nog even, mainports van Nederland. Rotterdam. Ja, Schiphol. Officieel is Schiphol de mainport. Maar er zijn er meer en daarom heb ik dit kaartje er eventjes bij gezocht. We hebben het eerder gehad over van die corridors. Van die doorgangen waar goederentransport bijvoorbeeld plaatsvindt. En als je gaat kijken, dan zie je dus dat we eigenlijk twee hoofd- of startpunten hebben. Dat zijn dus inderdaad van de mainports Rotterdam en Amsterdam. Ze hebben ook nog verbonden met Antwerpen, want dat is natuurlijk ook best wel een belangrijke haven in onze omgeving. En daarna zie je alle knooppunten staan. Knooppunten die belangrijk zijn voor de beïnvloeding of de benaderingen van, ja, dat zou je niet zeggen comfort, maar van het achterland. En dan zie je dat Zwolle een knooppunt is. Waarom zou Zwolle een knooppunt zijn? Het heeft inderdaad ook te maken met het verleden, maar het gaat nu met name omdat het voor de handel redelijk centraal gelegen is in Nederland. Utrecht is een verschrikkelijk knooppunt, dat is ontzettend vol met verkeer. En je ziet dat vanuit Zwolle het noorden makkelijk te bereiken is, ze hebben hem hier nog niet opgezet. Maar je hebt hier de Eemshaven, en de Eemshaven is zich best wel heel erg snel aan het ontwikkelen, zeker ten aanzien van de Brexit. Zijn er nu al plannen om te zeggen van, nou, we gaan hier die haven gaan we inzetten om veerboten vanaf te laten vertrekken naar Schotland. Zodat de Schotten makkelijker vanuit Europa bereikbaar zijn en dus geen last hebben van de rest van Engeland. Of van Groot-Brittannië eigenlijk. Maar goed, je ziet ook de knooppunten naar buitenland. Je ziet hier Oberhausen richting Duisburg en het Roergebied. Dat is nog steeds een belangrijk knooppunt natuurlijk. Osnabrück richting Berlijn en Hamburg. Hamburg is ook een haven, ook een belangrijke haven. En later gaan ze nog zelfs verder naar Malmö. Dus dan ga je richting Scandinavië. Maar goed, je ziet dus wel dat die mainports in Nederland best wel heel belangrijk zijn. A, Rotterdam ligt heel direct aan het water. Het is een zeehaven, dat is op zich wel heel belangrijk. Antwerpen is geen zeehaven. Daardoor kunnen er bepaalde boten niet komen. En nou, we hebben de massa dat Schiphol ook zo ontzettend groot is, waardoor Nederland zich op die manier heel erg kan profileren als handelsstad, of althans handelsgebied eigenlijk zou je moeten zeggen. En deze kaart is dan van de North Sea Baltic Corridor, ofwel de doorgang van de Baltische Staten naar de Noordzee. We hebben het dus niet eens over Nederland, maar de Noordzee, waar heel veel vrachtverkeer met boten aankomt. En dan de doorvoer helemaal, dat staat niet eens op de kaart, naar de Baltische Staten in Noordoost-Europa.
Gaan we terug naar de Randstad. Bekijk eerst even de kaart. Wat is deze kaart nou voor kaart? Het is een kaart die laat zien het aantal banen dat beschikbaar is binnen 45 minuten reizen. Dus stel je reist 45 minuten, dan zijn dit het aantal banen en hoe het gaat om de hoeveelheid. Dus ze zijn in 45 minuten zouden we in principe per persoon 10 banen bereiken. Gezondheid. Dan zie je dus dat die Randstad ongeveer overloopt als het gaat om het aantal banen. En hoe verder je van de Randstad afkomt, hoe minder het te worden. Maar Brabant bijvoorbeeld is wel opvallend. Wat zou er in Brabant zijn waardoor je ook hier toch relatief veel banen ziet? Precies wat ik inderdaad hier leg. Ik dacht er zelf ook aan, maar nee, het gaat niet om trucks. Wat heb je bijvoorbeeld in Eindhoven? Universiteiten. Ja, in de omgeving van universiteiten of hogescholen zie je vaak high-tech industrie ontstaan. En high-tech industrie is een banengenerator, wat zei je? Ja, exact. Dat is inderdaad een agglomeratievoordeel. En daardoor zie je dus dat dit ontstaat. Daarnaast is het een belangrijk veeteeltgebied. Ja, dat ligt nu wat gevoelig met die stikstofbesluiten. Maar ook daarin is relatief veel werk te vinden. Gaat het dan ook voor Groningen? Nou ja, kijk maar wat je ziet in Groningen. Hij is best rood. Heeft ook te maken, het is iets kleiner. Het is natuurlijk wel een universiteitscentrum. Maar het heeft iets minder invloed op de directe omgeving. En veel mensen zullen dus ook in de buurt van Groningen blijven. Want Groningen zelf is dat wat knooppunt. Je krijgt in ieder geval een beetje een beeld. En je ziet dus dat het gebied rondom Almere en Zeewolde ook zo ontzettend rood gekleurd is. En dat is gewoon de invloedssfeer van Amsterdam. Kunnen ze niet iets verder doortrekken naar de stad? Tja, dat zou mooi zijn. Misschien met de komst van de haven? Ja, airport. Ja, dat hoopten ze wel. Ja, maar we krijgen ook die omslaghaven hier. Dus daar is gewoon ook wel. Ja, zo'n overslaghaven, ja. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat willen gaan doen, hè, ten aanzien van die overslag. Die willen ze natuurlijk via de IJssel laten verlopen. Maar goed, je moet er toch wel het IJsselmeer over. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar goed, waaruit bestaat de Randstad nu eigenlijk? Want we hebben nu alleen de kaart gekeken. Uit de Noord- en de Zuidvleugel. En dat zijn eigenlijk twee economisch verschillende delen. De Noordvleugel bevat Schiphol, Amsterdam. En ook Utrecht valt nog net onder de Noordvleugel. En dat is economisch het sterkste gebied. Waarom zou juist rondom Schiphol en Utrecht de economie beter doen dan de Zuidvleugel? Handel, et cetera. Ja, je hebt inderdaad te maken met handel, maar ook met werkgelegenheid in de dienstensector. En daar wordt over het algemeen meer verdiend dan in de industriële sector. En de Zuidvleugel die is gericht op de chemie, op industrie, logistiek. En ja, daar zijn de gemiddelde inkomens gewoon lager dan in de diensten. En het gevolg is daar dus dan van dat het daardoor een verschil geeft. Aan de andere kant, ze zijn alle twee heel erg belangrijk. Je hebt A, kennis nodig, en dat gebeurt dan in de Noordvleugel. En B, je hebt ook het maakproces nodig. En denk aan het botlekgebied onder Rotterdam, of vlakbij Rotterdam. Heel erg belangrijk voor de petrochemie, als je het hebt over olie en brandstoffen en dergelijke. En de logistiek, want alles wat vanuit Rotterdam komt, moet verder getransporteerd worden. Zonder logistiek zou daar een band aan containers blijven staan en dan zou het niet meer netjes verder getransporteerd worden naar het achterland. En dan zou de Rotterdamse haven snel afgeschreven zijn. Dus twee belangrijke verschillen, maar aan de andere kant zijn ze voor Nederland en de Nederlandse economie eigenlijk alle twee heel erg belangrijk. Nou, dan het Groene Hart. Voor degenen die van mij wiskunde hebben gehad in de onderbouw, die zullen dit kaartje misschien nog herkennen. Groene Hart is een veenweidegebied, ofwel het is een heel erg moerasachtig gebied gelegen tussen de grote steden in de Randstad. Het bijzondere is dat dit gebied nog grotendeels agrarisch is. Dat wil zeggen dat je hier eigenlijk alleen maar landbouw aantreft en verder geen andere vormen van gebruik. Langs snelwegen en dergelijke, daar gelaten, daar zie je natuurlijk wel ook diensten en wat industrie verrijzen. De reden hiertoe is dat de overheid dit gebied eigenlijk altijd, zeg maar, als een soort buffer, een soort groene buffer heeft gezien voor compensatie van de bouw rondom de grote steden. En daardoor heeft het gebied zich nauwelijks ontwikkeld.
En is het dus eigenlijk gebleven zoals het gebied er al uitzag, hè, dan denk je ook aan Amsterdam en rondom Rotterdam, voordat de grote industriële golf tijdens de industriële revolutie op gang kwam. En nou ja, er zijn natuurlijk altijd nog discussies over van ja, kunnen we dit gebied niet gewoon lekker volbouwen, want er is zoveel vraag naar woningen enzovoorts. Maar nog steeds komen ze zo terug, ja, maar het is ook wel een hele belangrijke groene zone voor Nederland. Misschien dat we er nu weer anders over gaan denken ten aanzien van het stikstofbeleid, want ja, de boeren zouden het zo gezegd heel veel stikstof veroorzaken. En dan zou daardoor de stikstofconcentratie in de Randstad weer hoger zijn. Maar ik denk dat daar ook het verkeer een belangrijk aandeel aan levert. En dat het gras en het groen, wat we in het groene hart aantreffen, juist ook een mooie soort katalysator is die alle chemische rotzooi van de grote steden een beetje filtert. Officieel zijn trouwens de grenzen van het groene hart nooit vastgelegd. Hè. Dit kaartje heeft een grens er rondomheen staan, maar het is altijd een globaal gebied geweest tussen Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in. Je herkent het direct als je met de trein naar Leiden gaat, bij wijze van spreken. Dan duik je op een gegeven ogenblik zo'n veenweidegebied in. Nou, dat is het groene hart. Ja, klopt, ja. En je ziet het ook meteen aan de manier waarop de trein beweegt. Die gaat nog rollend over dat spoor. Dat golft heel erg, omdat het veen is. En dat is achtergrond natuurlijk. Dat is ook een reden waarom het trouwens niet bebouwd is. Veengrond is lastig te bebouwen. Je hebt daar te maken met heel veel inklinking op het moment dat je de vocht uit gaat halen. Weet jullie nog wat inklinking is? Ja, inzakken van de bodem. Precies. Als je water uit veen haalt, dan verschrompelt het als een soort spons die opgedroogd is. Ik denk als een oude bordspons. Als je naar de zomervakantie terugkwam op school, dan lag er zo'n verfrommelde spons. Nou, eigenlijk gedraagt veen zich precies hetzelfde. Op het moment dat je het water onttrekt, dan klinkt het in. Klei doet dat ook, maar iets in mindere mate. Dus als je daar wil gaan bouwen, ja, dan moet je hele lange heipalen gebruiken om die huizen op te bouwen. En je moet ervoor zorgen dat je grond niet inklinkt, want anders dan heb je redelijk een trap nodig om bij je voordeur te komen. Dus dat zal ook een reden zijn waarom daar niet gebouwd is. Nou, metropoolvorming, de laatste dia. Hier staat relatief veel tekst. De reden is dat ik het iets verder wilde uitwerken. Omdat er een aantal voorwaarden zijn die noodzakelijk zijn als je het hebt over... die noodzakelijk zijn voor metropoolvorming. Allereerst, het is een proces van globalisering. Dus dit koppelen we terug aan globalisering. In de stedelijke samenleving. Dus je kijkt het op een hele lokale schaal. Maar het ontstaat niet zomaar. Je hebt sowieso een hoogwaardig woonmilieu nodig. Waarom is een hoogwaardig woonmilieu belangrijk, denken jullie, voor globalisering op lokaal niveau? Hoogwaardig woning is dat je genoeg geld hebt om bijvoorbeeld kleding te kopen of eten bij bepaalde ketens staan. Dat wil niet te veel zeggen. Blijft anders van ons stil. Als je het hebt over hoogwaardig woonmilieu, dan gaat het om dat jij bijvoorbeeld merkkleding kunt kopen. Omdat jij voldoende inkomen hebt om dat te kunnen betalen. Veelzijdige culturele voorzieningen. Denk dus aan jeugdcentra. Denk aan een moskee. Denk aan een kerk. Denk aan andere culturele zaken zoals musea. Aantrekkelijke natuur. Voor Amsterdam is dat het Amsterdamse Bos bijvoorbeeld. Maar ook stadsparken zijn heel belangrijk. Alleen levert dat problemen op. Heel veel mensen zouden graag in die omgeving willen wonen, maar er zijn geen huizen. Nou, gevolg, de huizenprijzen van huizen die te koop staan in die gebieden, die stijgen enorm. Dat is ook exact wat je nu de afgelopen periode hebt gezien. Wat er gaat gebeuren is dat gemeenten zeggen van oké, al het groen dat er binnenstedelijk nog is, parkjes, speelweiders enzovoorts, die worden volgebouwd met huizen. Om toch aan die woningvraag te kunnen voldoen. Want, en dat is iets anders wat wij in Nederland hebben, en daar hebben we het later ook nog een keer over, planologie. In Nederland hebben we zogenaamde rode en groene contouren. Die heb ik hier nu niet opgeschreven. Maar de rode contouren, dat zijn de grenzen waar je aan moet houden als het gaat om het bouwen van woningen. Buiten die rode contouren mag je niet bouwen. Dus dan moeten ze wel, wat je noemt, inbreiden binnen die rode contouren. En dat noem je intensivering. Dus het intensiveren van grondgebruik. Meer mensen, je kunt net zo goed zeggen van oké, ik heb hier een woonwijk met allemaal kleine oude woningjes waar bij wijze van spreken 20 gezinnen in kunnen wonen. Maar als we daar 2 torenflats op zetten, dan kunnen er misschien wel 200 gezinnen wonen.
Dat is ook intensiveren. En dat zie je in Rotterdam best wel gebeuren. Maar goed, het gevolg is, en dat is een nadeel, er ontstaan toenemende ruimtelijke verschillen in Nederland. Heeft iemand een idee waarom er ruimtelijke verschillen ontstaan in Nederland door deze ontwikkeling? En denk dan heel erg terug aan de titel van de paragraaf. Waarom er verschillen ontstaan, hè, ruimtelijke verschillen ontstaan in Nederland als gevolg van die metropoolvorming? Dus, ja, precies. Ja, mensen trekken naar de metropolen toe, dus de Randstad wordt weer belangrijker. En het andere gebied loopt leeg. Denk aan Oost-Groningen, waar toch heel veel woonwijken daadwerkelijk gesloopt worden, omdat er niemand meer wil wonen. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. Zeker ook hier in Lelystad hebben we al te maken met een tekort aan huizen. Aan de andere kant is er ook nog een mogelijk gevolg voor de demografie. Demografische krimp. Weet jullie nog wat de demografische krimp is? Ja, bevolkingsafname. Bevolking neemt af in bepaalde regio's. Ik zei het net al, Oost-Groningen is daar het voorbeeld van, maar ook Zuid-Limburg. Ga maar eens naar Kerkrade. Je ziet hoeveel huizen daar te koop staan. Dat heeft alles mee te maken dat er relatief weinig werkgelegenheid is. En de afstand, denk ik terug aan die kaart, tot werk heel groot is. En mensen dus het besluit nemen om te verhuizen, vaak voor het werk. En dus eigenlijk zou het heel goed zijn als de overheid zou investeren in die gebieden waar nu relatief weinig werkgelegenheid is. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat je daar juist weer werkgelegenheid krijgt en daardoor ook weer nieuwe mensen. Dat hebben ze geprobeerd in Groningen. Dan heb je het over die Eemshaven. Daar zijn wel wat mensen op afgekomen, maar niet zoveel als dat ze hadden gehoopt. Dus ook daarvoor geldt weer dat die ontwikkelingen ook marktgestuurd zijn. En het is heel moeilijk om dat als overheid te regelen. Nogmaals gezond. Zijn er vragen over een van deze onderwerpen? Oké, want dan zijn we naar de uitleg. Oh, wacht even. Ik had nog één plaatje. Dat was ik vergeten. Ging over metropolen en metropolen. En ik heb even de metropolen naast elkaar gezet en dan zie je van hoe dat in elkaar zit. En dan zie je ook meteen hoe groot zo'n metropool kan zijn. Ik ben New York met 22 miljoen inwoners, Los Angeles 18 miljoen en ook hoe groot het oppervlak van zo'n stad dus is. Je kunt je dus afvragen of Nederland officieel wel een metropool is. Dat is de rand dat de metropool is. Nou, heel Nederland is dan een metropool. Precies. Waarom worden we niet van een stadstaat? Een stadstaat? Ja, Nederland. Dus zijn we wel een grote stadstaat. Dat is waar. En je zit dan nog steeds met alle rurale gebieden die niet interessant zijn. Heel erg plat gezegd. New York is best groot. Ja, maar daar wonen 22 miljoen inwoners. Maar die Franse kan. Maar er zijn ook echt heel veel op het centrum zitten. New York is best. Ja, media's te zijn er video's. Ja, dat is heel erg. En daar is ook een flat.